Veel plaatsen in Europa is het bewolkt en het komt door een lage drukgebied wat over de, ten de noorden van ons land langstrekt. Daarbij het lage drukgebied hoort ook een regengebied dat over ons land is getrokken, maar momenteel is het op de meeste plaatsen droog. Vanavond dan houdt het overwegend droge weer wel aan, maar toch vallen er lokaal nog wel wat spatjes regen. De temperatuur is zeker niet laag met 9 of 10 graden, maar er waait wel een stevige westenwind. Vannacht en dat de temperatuur naar 7 tot 9 graden. De wind neemt iets zijn kracht af, maar een nieuw gebied met buien trekt over ons land. En met name in het midden en zuiden van het land kan het dan nat zijn. Morgen trekken die buien dan weg, maar verspreid over het land valt er gedurende de hele dag nog wel een bui. Met name in de westelijke helft breekt nu en dan de zon door. In het oosten blijft het veelal grijs. En de temperatuur loopt op naar zo'n 9 graden. Zondag, dan blijft het grijs en in de loop van de dag trekt opnieuw een gebied met regen over ons land. Maar vanaf maandag dan is het een aantal dagen droog. De temperatuur gaat wel iets naar beneden. Er gaat minder wind staan, maar we zien ook af en toe de zon. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.